Geachte uiveraars en uiveressen, de wonderen zijn nog steeds de wereld niet uit. De technische experimenten nemen nog steeds een grote omvang aan. Wie zou 25 jaar geleden gedacht hebben dat je een ooievaar maar met benzine behoeft te vullen om naar Melbourne te vliegen? Wie in Holland van technische wonderen spreekt, denkt onmiddellijk aan de KLM. De KLM betekent in de eerste plaats Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Maar sinds deze uivertocht hebben deze drie letters nog een andere betekenis gekregen. Namelijk kolossaal, luchtwaardig en makkelijk. Nu wij ons hier op Schiphol bevinden en ons aller bewondering de straks hier glorieus neerstrijkende uiver tegemoet vliegt. Nu de hoofdstad van ons koninkrijk het kranige viertal zal weten te huldigen op een wijze die de hoofdstad zal sieren, is men op de gedachte gekomen mij te vragen, enige zinnen te stamelen en ook een uiverlied te zingen. Dat was een goede gedachte. Niet omdat ik moet zingen, maar omdat er nog te weinig begrepen wordt in ons vaderlandje dat zingen een zeer belangrijke levensfunctie is. Waar men zingt, komt automatisch de zon, de levensvreugde en het optimisme in huis. Heeft niet reeds de onsterfelijke Goethe voor eeuwen gezegd, dort wo man singt, da lasst is ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Mijn vriend, een zeer bekend medicus te Amsterdam, heeft me stellig verzekerd dat mensen die lang zingen, mooi worden. Ik zing trouwens al jaren, maar nou begin ik toch aan de waarde van zijn verklaring te twijfelen. Ik zal derhalve mijn zangorgaan in de handicaprace werpen en vraag u aller aandacht en medewerking voor het volgende lied. Het refrein is geschreven op de bekende en vandaag zeer toepasselijke melodie Er komt een vogel gevlogen. Een gewone piano kunnen wij hier niet heen slepen, daarom doen we het nu maar met een luchtvleugel, waarop mijn begeleider zeer luchtig zijn melodieën zal luchten. Wij gaan ons beuiveren om u te beijveren. Voor vrij, los! Wanneer wij eens kunnen vliegen door het grote Amsterdam, dan zal men verbaasd dan kijken waar men overal zo kwam. Men ging dan vervliegen naar de Amstel en het IJ. Of we naar het Kalfje heen, naar de Pijp en buurt IJ. De Jordaan kon men bereiken, de Zeedijk en het Rembrandtplein. En de Tolhuisboot zou zeker dan al lang verdwenen zijn. Ieder Amsterdammer vliegt dan alle vliegen met ons mee. En per luchtje vliegt men s'avonds, ach zo goed dan naar Carré. Vliegen door Amsterdam.